Hey mensen, top dat jullie weer kijken. We zijn deze week natuurlijk ook weer verder gegaan aan ons tankproject. Moet je maar eens even kijken wat we allemaal weer gedaan hebben. Maar voor we aan deze video beginnen, even een kleine boodschap. Hey, zoals jullie weten is natuurlijk veiligheid heel belangrijk. Veiligheid. We hebben natuurlijk ook nog voor de veiligheid een tank bijvoorbeeld. Maar je online veiligheid garanderen, daar zijn natuurlijk ook allemaal fancy pensy programma's voor. En NordVPN is er daar één van. En als jij nu de link gebruikt, hè, en jij neemt een account bij NordVPN, dan krijg jij 70% korting op een 3-jaar abonnement. Versleutelt jouw berichten zodat er niemand kan meekijken. Je kan ook nog jouw locatie online afschermen, hè. En dan kan je dus op Netflix allemaal films bekijken die normaal gesproken helemaal niet voor jou toegankelijk zijn, hè. Bijvoorbeeld Inglourious Basterds. Buongiorno. Maar wil je dat nou ook? Dan moet je gewoon even onder op de link klikken. En dan gaan wij nu verder met de video. Oké, ik ga die dingen verder lassen. Zo. Dat is hem. Zo. Je zou het bijna niet geloven, maar we hebben hier ook nog iets van nodig. Er zit nog een blokje wat we nodig hebben. En deze, dit oortje. Dat zijn toch bijna nieuwe onderdeeltjes, hè? Bijna. Oh, daar gaat onze mooie verf. Ben jij nou een brandstichter hier? Verf eraf aan branden. Oh. We hadden gisteren bezoek. Onze kijker Jelle, die was hier. En kijken wat hij gebracht heeft. Dat is mooi, hè? Zo, dit is een compressor. Het is een compressor. Oh. Ik zag in de comments nog een goed idee wat betreft de aandrijving voor onze compressor. We zaten al te denken, wat voor motor gaan we er nou opzetten? We hebben eigenlijk niks meer liggen wat er zo op kan. Toen zei er dus iemand... Die zei, je kan ook gewoon die elektromotor pakken van die hoge drukspuit. Dus dat is... Dat gaan we doen. Dat moeten we gewoon doen. Dat vind ik echt een goed idee. Ik had er zelf niet aan gedacht. Hoppa! Oh, that's it. Die hebben we nodig. Hey. Kijk eens aan, joh. Hé, maar ze moeten motortjes. Kijk eens. Thank you.
Oké. We halen hem hier even uit elkaar, dan kunnen we het frame aflassen en dan kunnen we hem in elkaar zetten, testen. Dan moeten we hem weer uit elkaar halen en schilderen. Ja, dat is mooi. Hè? We gaan hem testen. We hebben nog wel niet de vochtvanger ertussen zitten, maar we hebben ook geen geduld meer. Daar moeten we nog wat fittingen voor bestellen om dat helemaal passend te maken. Dus oké, genoeg gekletst. Ik denk dat we hem aan moeten zetten, koffie gaan drinken en terugkomen. Ja? Ja. Hak geen druk op. Hij lekt hier inderdaad over deze. Het werkt nog niet helemaal naar wens. De compressor zelf. Die doet het eigenlijk niet goed. Dan moeten we even kijken naar de terugslagklepjes, denk ik en zo. Want die haalt sowieso de druk niet. Oké, nou laten we dat doen. Komt hij dan, onze patiënt? Wie heeft dat zo vastgedraaid, joh? Hey. Die is niet oké, dus. Maar het is wel aanzuigen. Ja. Lijkt goed te zijn. Heeft er zin in, jongen. Dat is een mooi compressortje. Duurt het wel. Ja, ik ga de koppelingscilinder eruit schroeven van de tank. Want we hadden hem gisteren nog gestart en die koppeling die bleef toch helemaal beneden zitten. Het lijkt erop dat die, ja, de bekrachtigingscilinder van het koppelingsmechanisme, ja, dat daar iets mis mee is. Is een bom, de koppelingscilinder, de hulpcilinder. Laten we zo eens even kijken, die ding even uit elkaar halen. Ontdekt. Ja, dit is het probleem. Met deze moer kunnen we hem afstellen. Kunnen we de positie afstellen van de stuurschuif. En die was niet goed. Kijk, deze zit, dit blokje zit hierin vastgeschroefd, zeg maar. En op het moment dat je op de koppeling trapt, dan trekt hij eigenlijk aan dit gaffeltje. Drukt hij de veertje in, hier zo.
Zie je? En dan trekt hij dus hier aan de stuurplunje die hier zit. Deze. Kijk, die kan dus bewegen. Kijk, zie je? Als hij ingedrukt is, zeg maar, dan is dit klepje wat hierin zit, dan is die aanboring open naar deze. Dus dan kan de olie uit de koppelingscilinder weglopen naar de retour. Op het moment dat je hem uittrekt, dan gaat deze dus dicht. Gaat deze open van de pers, dus dan stroomt de olie van de perszijde boven de plunger. Of tenminste onder de plunger. En dan wordt hij dus uitgestuurd. En zo werkt dat dus. Dus zolang dat je hier aan blijft trekken eigenlijk als het ware, dan blijft hij hem uitpompen. Dus dan helpt hij hem mee langer worden. Op het moment dat je dan je voet stil houdt, zeg maar, dan wordt hij langer totdat hij hem, dat hij hier dat stuurplunjertje eigenlijk weer indrukt. Dus dan stopt hij eigenlijk met helpen duwen. Het is echt een volgcilinder eigenlijk als het ware. Hebben ze nog. Zou goed moeten zijn. Ziet er ook wel goed uit. 70 bar in de flessen. Woehoe! Het kan er van komen. Oké. Zo, stroom erop. Het staat vrij. Dat is ook wel fijn. Master switch. Olie. Ja, komt ie dan. Mooi man, werkt goed jongen, de koppeling. Ja, het is gewoon nou gewoon starten en rijden. Nou mensen, dat was het dan voor deze week. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En kun jij nou niet wachten tot volgende week, tot de volgende update? Check dan even ons tweede kanaal, de Werkplaats Vlog. Hey, bedankt voor het kijken, tot de volgende.